Herkent u dit melodietje nog? Het is de intro van Zonder Jou, een van de grootste hits van Ivan Brunetti. De zanger nam de afgelopen jaren geen nieuwe nummers meer op, maar daar is onlangs verandering in gekomen. Zondagnamiddag nam Ivan in Leuven de clip op voor zijn zomersingle School, een meezinger van formaat. Eigenlijk is het best straf dat iemand als Ivan Brunetti jarenlang niet meer op het podium stond en geen nieuwe muziek meer heeft uitgebracht. Ivan werd door zijn naaste omgeving gestimuleerd om toch weer nieuw materiaal op te nemen. Goh, ik heb jaren en jaren blijven componeren, blijven nummers schrijven. Dus ik heb een schuif vol met liedjes. En het zijn eigenlijk mijn kinderen en vrienden ook die gezegd hebben, papa, je moet daar echt iets mee doen. Elke keer als ik iets liet horen, dan zeggen ze, maar allee, dat is echt zo'n goed nummer. Papa, neem dat op en doe daar iets mee. Ik heb altijd de boot afgehouden en uiteindelijk heb ik dan... Door mijn dochter me laten overtuigen om toch eens iets op te nemen. Ze zegt, bouw u een kleine studio en neem dat op en breng dat uit. Dat heb ik dus vorig jaar gedaan. Ik heb een studio gebouwd. Ik heb me als een gek toegelegd op zelf producties maken. Om te leren van producties te maken. En nu doe ik alles zelf. Dus de muziek zelf, ik doe de productie zelf. Ik componeer alles, ik zing alles zelf in. Ik doe ook de koorpartijen. Ik speel al de instrumenten zelf in. Ik doe alles gewoon zelf nu. Ja. Een zanger die al jaren niet meer op het podium staat, heeft weinig of geen inkomsten. Ivan Brunetti ging jaren geleden op zoek naar een job en die heeft hij gevonden. Hij noemt het zelf een droomjob. Oké, ja, dus ik werk nu al sinds 2003 bij De Lijn hier in Leuven. Ik rijd met de bus en ik vervoer voornamelijk studenten. Dus altijd jonge mensen bij mij op de bus, altijd veel sfeer, veel ambiance. Ik doe dat nog altijd heel graag na al die jaren en ik heb nog geen enkele dag tegen mijn zin gaan werken eigenlijk. School zal de zomersingle van Ivan Brunetti worden. Ivan weet maar al te goed wanneer hij het nummer schreef. Ja, het nummer dateert eigenlijk al van sinds dat Michael Jackson gestorven is. Dus ik weet het omdat het ongeveer die periode was dat ik eigenlijk met een soortzelfde baslijn aan het werken was als Beat It van Michael Jackson. Dat is dan uiteindelijk School geworden. Dus een totaal ander nummer natuurlijk, maar het was de aanleiding was eigenlijk de dood van Michael Jackson. Heel vreemd, maar sinds die periode is dat nummer al, ligt dat al in mijn schuif eigenlijk. Ivan Brunetti is terug, maar wat betekent dat voor de zanger? Zal hij binnenkort zijn job bij De Lijn weer opgeven en droomt hij van een nieuwe succesperiode zoals hij die in de jaren 80 beleefde? Ik ga gewoon mijn liedjes uitbrengen. Ik ga zien wat er mee gebeurt. Voor mij is het geen prioriteit meer. Het is niet dat ik wil absoluut doorbreken. Ik vind het gewoon heel leuk. Vooral het studiowerk doe ik heel graag. Ik componeer heel graag. Ik doe eigenlijk alles heel graag achter de schermen. Al hetgeen dat erbij komt is meegenomen. Dus ja, ik ga terug gaan optreden waarschijnlijk. Ze gaan me terugvragen. En dan doe ik dat maar. We zullen wel zien waar ik ga uitkomen.